Poppers staat bekend als homodruk en wordt gebruikt tijdens het uitgaan en als lustverhogend middel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, zo'n heftig orgasme. Maar toch zit er aan poppers, net als bij elke andere druk, risico's aan verbonden. En daarom, om die risico's te beperken, hier de do's en don'ts. Begin met een kleine dosis en gebruik het met mate. En als je het gebruikt, ga dan lekker zitten of liggen en heb niks in je hand als bijvoorbeeld een glas of een sigaret. Want een sigaret is extra gevaarlijk, aangezien poppers heel licht ontvlambaar zijn. Dus pas op met vuur. Wees voorzichtig met inhaleren en zorg ervoor dat poppers niet in aanraking komen met je huid, neuslijmvlies of ogen. Dan de don'ts. Gebruik poppers niet als je last hebt van een lage bloeddruk, als je snel flauw valt of als je hartproblemen hebt. En combineer het niet met ecstasy, speed, Viagra of andere drugs. En ga poppers ook niet drinken, want daardoor kan het zuurstofgehalte in je bloed dusdanig laag worden dat je kan overlijden. En dat wil niemand. Maar wil je nou wel zien wat poppers met je doet? Check dan even onze andere video, want daarin zie je hoe Bastiaan op poppers gaat.